Een hele goede avond en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe weekvlog. Het is vandaag woensdag en het is inmiddels 9:15. Ik ben thuis gewoon van stage, dat heb ik lekker gegeten. Ik had hutspot gemaakt, had ik heel veel zin in al een tijdje. Ik heb net even met die meiden tv gekeken. En nu ga ik dus douchen, want ik moet mijn haar wassen. Ik heb het al een tijdje in een staart en dat moet nu echt gewassen worden. Maar ik wilde jullie nog even laten zien wat mijn... Wat mijn Valentijns cadeautje was van mijn stage. Even kijken of ik die hier op kan zetten. Ja. Wij hebben allemaal heel lief een Valentijns cadeautje gehad van stage. En daar zit in... Allereerst vond ik wel heel leuk. Dat ben ik nu een beetje aan het sparen. Ik moet een beetje bukken. In een heel leuk kastje. Een steentje van roze kwarts. Ik weet niet of ik al deze, maar deze. Dus dat is deze, heel leuk. Ik ga het zo een andere stenen leggen. Dan heb ik gel cleanser. Die ga ik zo even testen onder de douche. Ik heb een nagellak. Een leuk groenachtig kleurtje. Mascara, die ga ik ook uittesten, want ik ben nog op zoek. Nou ja. Op zoek eigenlijk niet, want ik zit gewoon altijd standaard bij mijn mascara van Chanel. Maar misschien is deze ook wel goed. Dan heb ik er één bij. Dan heb ik nog een lekker masker. Deze is trouwens vegan en deze is ook vegan. Dus ben ik benieuwd naar. En ik heb dus nog zonnebrand. Maar het is echt een beetje een aparte zonnebrand. Ik dacht eerst dat het een grapje was. Maar ik weet het. Het ruikt op zich wel lekker, dus ik ga het proberen. Geen idee. Dus dat is wat ik heb gekregen. Super lief. Heel leuk. Heel blij mee. En ik heb voor Maud. Heb ik nog een verlaten Valentijns cadeautje. Dit kaartje van mijn stage. En ik heb deze ketting van verder en verder voor haar. Met To The Moon and Back. En dan een M. Dus die ga ik van het weekend even geven. Met het kaartje erbij. Moet ik niet vergeten. Oh ja, en ik had nog van mijn stagebegeleidster deze sokken gekregen. Of sokken, deze sloffen gekregen. Alleen zijn een beetje te groot. Dus ik denk dat ik die aan mijn moeder geef. Mijn moeder past deze wel. Dus dat. Ik ga nu lekker mijn haren wassen, douchen. Morgen ben ik thuis aan het werk. Ga ik even lekker een wasje draaien en zo. En mijn koelkast komt binnen. Ik heb een koelkast besteld. Die komt morgen. Heel erg benieuwd. Ik merkte toch wel dat ik best wel met de ruimte zat. In Leeuwarden had ik een klein koelkastje. Het was al weinig, maar nu had ik alleen een plankje. En ik redde dat gewoon niet echt met het eten. En vooral omdat ik 5 dagen stage loop, doe ik het liefst 1 keer in de week op zondag boodschappen. Dus ik heb nu een klein koelkastje besteld voor in het voorraadhok. Dus ik heb daar ook heel veel zin in eigenlijk dat die komt. Nou goed, ik ga weer rechtop staan, want ik krijg pijn aan mijn rug. En ik ga lekker douchen. Een hele goede morgen. Het is vandaag donderdag. Bijna weekend. De weken gaan zo snel. Het is echt niet normaal. Gisteren was mijn stage docent op mijn stage. Het eerste gesprek. Ik heb mijn contentadvies gevraagd zo goed als klaar. Dus ik kan ook starten met mijn opdracht. Super chill. Ik ben nu aan het werk. Auw. Oh, mijn stroombordje. Ik ben nu aan het werk. Lekker thuis. Op zich, het is een rustig dagje vandaag. Dus dat is chill. Tenminste, het kan nog druk worden. Maar ik ben rustig opgestart. Dat is fijn. Mijn hoofdpijn is gelukkig wat meer gedaald. Ik ga afkloppen. Ik heb een wasje erin staan. Ik ga zo nog de content maken voor mijn jewelry. Maar ik moet even mijn mascara opdoen. Want dat heb ik niet nu. Ik heb gisteren lekker mijn haar gewassen. Dat is ook weer fijn. En ik ga mijn koffer inpakken. Maar dat doe ik denk vanavond. Want morgen uit mijn stage ga ik gelijk door naar Julianendorp. Want we hebben carnaval. Wat ik echt wel... heel vaak heb gezegd volgens mij. Maar goed. Ik ga even door met werken. Ik heb een paar dingen op mijn to-do-listje staan. Voor zowel school als stage. Dus genoeg te doen vandaag. Maar wel even lekker een chill rustig dagje. Met niet al te veel stress. Dat is ook wel eens fijn.
een hele goede avond. Let niet op mijn gezicht. Ik heb hier tandpasta en hier mijn littekencreme. Hier heb ik een plekje, hier heb ik mijn litteken. Ik ben lekker thuis met mijn ouders. Ik lig lekker in mijn eigen bedje. En kijk wat ik vond. Ik weet niet of je het ziet. Hij stelt niet helemaal scherp, maar... Oh ja, nu wel. Mijn moeder en mijn vader hebben heel lief een briefje geschreven. Dus dat is super lief. Uit mijn stage ben ik meteen doorgegaan naar huis toe, naar hier. Mijn vader heeft me opgehaald bij het station. En toen hebben we gezellig gegeten met z'n drieën. Later is mijn broertje ook aangeschoven. Die heb ik echt al, volgens mij, dit hele jaar nog niet gezien. Voor het laatst dat we samen in Maastricht waren. Dus dat was heel lang geleden. Toen is Maud gekomen, hebben we samen Flikken Maastricht gekeken. Het nieuwe seizoen, heel leuk. En eigenlijk is Maud net weg. En hoe? Nou, mijn telefoon zit vast. Wacht even. Oké. Wat wou ik zeggen? Ik was iets aan het zeggen en toen zat mijn telefoon vast. Oh ja, dat Maud net weg was. Flikken Maastricht gekeken, weer heel spannend. Nu ga ik lekker slapen, want morgen hebben we carnaval. Ik ga eerst even naar mijn opa en omaatje toe. Die heb ik ook al lang niet gezien. En dan even met Maud nog wat boodschappen halen en dan op tijd klaarmaken. Want ieder jaar zijn wij dus te laat met carnaval. Het begint bij ons al om 8 uur 's avonds. Nou denk je misschien dat is laat, maar nee, voor wij vinden dat op tijd. En wij moeten dus ieder jaar haasten. Wat niet heel chill is, dus nu willen we even op tijd klaar zijn. Dus dat eigenlijk. Ik ga nu lekker slapen, of althans proberen te slapen. Hier weer lekker in bed. Het staat echt helemaal vol, ook mijn kamer nog met alle spullen van het verhuizen. Want ik ben ook niet meer thuis geweest naar de verhuizing hier. Dus mijn kamer is best wel een troep. Maar goed, dit weekend staat in het teken van leuke dingen en niet van opruimen. Dus dat ga ik ook niet doen, dat komt wel een keer. Wat ik wel nu ga doen is proberen te slapen. Een hele goede middag. Ja, ik heb net een macaron. Maar het is vandaag zaterdag. Even een warmere dag. Het is vandaag zaterdag. En vanmorgen heb ik met mijn ouders ontbeten. Zijn we even naar mijn opa en oma gegaan. Mijn broers en ik hebben daar geluncht. En nu ben ik met Maud. We zijn aan het koken. Alvast even voor vanavond, want we hebben dus ieder jaar haast met de carnaval, wat ik gisteren dus ook al zei. Maar we willen dit jaar gewoon even rustig en gewoon genoeg tijd voor ons, om ons klaar te maken. Dus we... Oh, het is 4:30. Ja, dus op zich hebben we het goed gepland nu. Ik ga echt lachen als we weer terugkijken. Dat is weer niet gelukt. Ja. Maar goed, we hebben net even nog de laatste dingen gehaald. Wimperlijm, panties, onderbroeken. Want we hebben een rokje aan. Maar buien. Ja. Je snapt wat ik bedoel. Ik heb dus nog niet mijn kleren gezien, dus ik ben heel benieuwd. Oh ja. Nee, ik heb het nog niet gezien. Heb je het nog niet aangehad? Nee, straks pas ik het helemaal niet. Maar die top moeten we wel samen aandoen, want bij mij is die eigenlijk even te groot. Ja, maar wat doe jij eronder voor BH? Zo'n plak BH, denk ik. Nou, ik heb hier ook mee. Of is, ja, ik heb niet echt een goede strekkers BH. Dus ja. We gaan het zien. Ik heb er zin in. Ik ben benieuwd. Ik ben wel benieuwd naar die tent. Ja, nou, ik zag op Instagram dat het er... Ja, het ziet er wel leuk uit. Maar ik bedoel, hoe dat met de wc's gaat. Of zijn er ook weer 4 delen, denk je? Want er waren altijd... Ze hebben een plattegrond geplaatst. Oh, echt? Laten we even kijken. Oeh, dit ziet er mooi kleurrijk uit. Moet ik kijken. Mooi. Kijk dit doorheen. Oké, krabbetukkers. Ja, want weet je ook hoe wij heten? Hoe wij heten? Ja. Hoe bedoel je? Onze woonplaats nu heet. Nee, Waaienburg? Ja, je weet het wel. Oh. Dat het hier altijd zo hard waait, denk ik. Dat denk ik ook. Oh joh, oh, het is best groot. Ja. Oh, oké, okay, dat vind ik nog wel leuk. Ik dacht dat het echt met de kermis was zo'n tent nee, gewoon. Gelukkig niet. Als dat zo was geweest, had ik de prijs ook al een beetje absurd gevonden. Oké, okay, kijk, zo ziet dit eruit. Je hebt zeg maar... verschillende tenten. En dat was dus ook altijd zo. Normaal was het in een sport al dat je 4 verschillende gedeeltes. Dus je had dan carnaval, echt carnaval muziek, Nederlandse muziek, hip-hop, R&B en een feest DJ of zo. Ja, je had een beetje van Broederliefde en zo. Had je ook een kant, ja. Oh, dit meer. Ja, volgens mij wel. Maar daar stonden wij zeker niet. Nee, daar zijn we een keer doorheen. Hadden ze niet 2 zalen? Nee, 4 volgens mij. Oh. Nou, ik weet dat ik de laatste keer dat we heen waren alleen maar dat liedje heb gehoord van. Dit is het moment. Oh ja, hoe heet hij ook weer? Ik weet het niet meer.
de Toreador of zo? Ja, Eldor, ja. Ja, dat nummer. Nou, dat liedje heb ik echt. Ja. Als ik terugdenk aan die avond, heb ik dat bijna alleen maar dat liedje. Maar nu hoor je de hele tijd. Ja, la, 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 la. Oh, wat is dit? Missie, was... niet in de tas. Was het 26 euro per kaart? Ja. Ja. Oké, consumptie moeten we nog wel halen. Ja, maar ik weet niet. Zou het nou echt. Hoe heet dat? Beter zijn met vooraf te doen? Nee, denk ik niet. Zonder toegevoegde suikers. Oh, zit ook nog groente in dit? Nou, we gaan helemaal gezond eten, man. Ik ben benieuwd. Wat is Missie aan de hand? Kijk, ik ga het in de tas zitten. Nee, ze kan er niet in. Ga je erin, Missie? Wat doe jij? Je moeder had wel gelijk, die zegt super snel klaar. Oké, okay, nou, ik doe even dat ding weg en we gaan zo omkleden. Doei. Oké, okay, Maud heeft dus alles lekker op bed neergelegd. Ik zal het even laten zien. Dit zijn onze pakjes, als hij scherp stelt. Ja. Ik vond het helemaal een beetje lijken alsof we... Op de droomvlucht of zo. Of dat we in de Efteling binnenkomen. Kijk, dit zijn die vleugels. Die geven dus licht. Wacht. Moet je daar geen batterij in doen, Maud? Wat zeg je? In die vleugels hoeft hij geen batterij in te doen. Nee, ik ga erop. Echt heel leuk. Hij heeft dus verschillende standen, zoals je ziet. Ja, ik dacht... Het is beide wel leuk. Want ja. Deze vind ik ook ja. Heel leuk. Oké, okay, en dit zijn dus die oren. Oh, dit zijn die oorbellen. We hebben van die glitters. Ja, en als die oorbellen kwijtraken. Ja, boeien. En zo'n roze ding. Ja, welke is van jou? Welke kant? Links, want dat is een grotere maat. Oké. Okay. Nou, we gaan het even lekker passen. Oh ja, en deze hadden we er nog bij gekocht later. Want we dachten, ja, om nou een zwarte tas erbij te doen, dat past niet helemaal bij. Dus dat hebben we nog. En dan die... Nepwimpers, kijken hoe dat eruit gaat zien. Ik ben heel benieuwd. Dus. Alvast een voorproefje van hoe we eruit gaan zien. Dit hebben we ook nog. Maar we moeten even kijken wat het wordt. Oké, okay, even een hele kleine sneak peek van Maud en mij. Maar we hebben dus weer haast. We kunnen dit niet. Nou, ik vind onze outfit wel echt super goed gelukt. We hebben een rokje aan. En... Heb jij dit nog zo? Kijk hoe leuk. Ja, ik moet nog even highlighten, te snel. Maar we hebben dus weer haast. We moeten nu nog eten en het is 6:30 en mijn moeder zou weer 6:15 zijn. Dus ik moet sowieso tegen mijn moeder zeggen dat het 7:00 uur is, ja? Ja. Wil je nog van die tatoeages opplakken? Ja, misschien beneden straks, maar eerst eten. Ja, oké, okay, maar dat baat ik ook nog niet. Nee. Dus, dit is onze outfit. Ik zal misschien even snel de spiegel laten zien. Oh, ik heb die oren wel in. Kijk, oh, die moet ik ook nog even in, maar dat doe ik zo wel. Hij stelt ook niet scherp. Niks stelt scherp. Nou ja, dit is mijn outfit. Helemaal leuk. Ik ga misschien nog wat filmen straks bij de carnaval. Maar ik weet niet of dat... Ja, ik denk het wel. Ik ga wel even wat filmen. Maar het helpt me herinneren, ja? Oké, okay, nou. Een hele goede middag. Zo, ik ben echt wit in dit licht. Oké. Okay. Ik heb net gedoucht. Gisteren was leuk. Maar ik moest wel weer haasten zoals je zag. Echt ieder jaar weer. Omdat het gewoon super vroeg begint. We moesten 7:15 al heen. Echt heel wit. Maar was heel erg leuk. Ik heb een paar beelden gefilmd. Dus dat hebben jullie als goed gezien. Vanmorgen ging ik lekker laat uit bed. Ik ging 12:00 uit bed. Heb ik even lekker ontbeten. Net dus gedoucht. Maar even gewassen. Dus dat. Nu ga ik beneden even een taartje eten. Mijn moeder had appeltaart gemaakt. Drinken, want ik heb heel veel dorst. En vandaag is het gewoon nog lekker een rustig dagje. Dus dat eigenlijk. Vandaag is niet bijzonder. Morgen moet ik even naar de tandarts, want er is een stukje van mijn tand afgebroken. Dus ik werk nog even thuis hier in Julianendorp. En dan ga ik morgenavond weer naar huis toe. Naar Amsterdam. En dan wacht er een loze pakketje op mij. Dus ik ben heel erg benieuwd. Maar nu ga ik even lekker beneden chillen. Een hele goede middag. Het is vandaag dinsdag.
Gisteren heb ik niks gefilmd. En volgens mij zondag ook niet. Wel. Ja, zondag heb ik een beetje gefilmd. Volgens mij iets wat ik vertelde over carnaval. Ik heb echt een heel leuk weekend gehad. Het was heel gezellig bij mijn ouders. Mijn broertje was ook thuis. Die had ik ook echt al vet lang niet gezien. Volgens mij ofwel in het nieuwe jaar of niet eens in het nieuwe jaar. Dat we voor het laatst in Maastricht toen waren met elkaar. Dus ik heb Maud weer gezellig gezien. Mijn ouders, mijn broertje, mijn opa en oma. Carnaval gehad. Dus ja, was heel erg leuk. Ik had maandag nog thuis gewerkt. Want er was een stukje van mijn tand afgebroken. En dat is, ja, je ziet het niet echt. Maar dat is dus weer gemaakt. Dus dat is weer mooi. Dan ben ik na het eten met de trein gegaan weer hier naar huis. En nu ben ik weer aan het werk. Nog lekker thuis. Dus ik had maandag en dinsdag thuis gewerkt. Of nee, het is vandaag nog dinsdag. Morgen op kantoor. Donderdag weer thuis. En dan vrijdag op kantoor. En dan is de week weer voorbij. De weken, ik blijf het zeggen, gaan niet normaal snel. Ik moet ook vanmiddag echt beginnen aan wat schoolwerk. Want ja, dat moet ook gewoon tussendoor gebeuren. Dus moet ik even goed plannen voor mezelf. Wanneer ik wat af moet hebben en zo. Maar ik wil jullie wat laten zien. Want ik had een bestelling van Lovies. Dat heb ik gisteren al even uitgepakt. Even kijken. Zo. Allereerst deze oorbellen. Ik weet niet of je het goed kan zien. Deze. En ik had nog andere oorbellen erbij. Deze. Met van die hartjes. Heel leuk. En dan heb ik allereerst, dit laat ik even zien. Dit is zo'n jack. Het is een beetje, ja, het lijkt een beetje op dat vintage. Wat nu helemaal in is. Ik dacht alleen dat hij wat ruimer zou vallen. Ik had hem al in S gaan express. Omdat ik dacht, ja, een X is veel te krap. Maar ik vind het nog steeds wel, ik had echt wel een M of L kunnen doen eigenlijk. Een beetje zonde. Want ik denk dat ik er niet echt een trui onder kan dragen. Maar ja, dat moet ik even bekijken. Dan heb ik nog twee topjes. Gewoon basic topjes. Deze is een beetje bruin. En deze is zwart. Dezelfde, die heb ik in maat XS genomen. En dan heb ik nog een grijs of grijs. Een paarse trui. Een hele grote paarse trui. Die heb ik in een S ook genomen. Ja. Alleen hij kriebelt een klein beetje. Dus ik denk dat er kriebel in zit. En daar kan ik dus niet tegen. Ik heb daar niet naar gekeken toen ik hem bestelde. Oh. Waarom staat hier niks? Oh, hier. Ja, zie je. Er zit 30% acryl in. Nylon, polyester. Ja, dat is een beetje balen. Nou ja, ik moet maar even kijken. Anders dan moet ik die weggeven of ik vind het zetten. Maar dat waren in ieder geval mijn items die ik bij Loos heb mogen uitkiezen. Er is een kortingscode, maar die is geldig vanaf. Even kijken hoor. Ik had gisteren toevallig een mailtje gekregen. Van 21 tot 23, wat voor datum is het vandaag? 21, oh dan is hij. Nee, niet, wacht. Ze hebben nu een kortingscode op hun website. Voor 25%. Als jullie dit zien, niet meer denk ik. Mijn code is geldig vanaf de 24ste tot 3 maart. Dus dat is niet meer in deze vlog. Maar je kan hem wel alvast opschrijven als je toch een code wil voor die datum. Mijn code is, waarom staat hij hier niet? Ik krijg zoveel mails. Ik heb ook weer binnenkort een samenwerking met HelloFresh. Heel leuk. Oké, de code is, ik schrijf het hier onder, X-streepje hoofdletters Mandy X. Dat is het. En dan krijg je 20% korting. Ook op sale. Dus inclusief ook op sale. Dus ik zou zeggen, maak er gebruik van. Ik ga even naar de wc. Ik heb net een wasje erin gezet. Donkere was. En dan ga ik zo lekker lunchen. Het is pas 10 voor 12. Ik denk dat ik rond 12:30 of zo ga lunchen. Gisteren ging ik pas om 13:30 lunchen. Omdat ik mijn broertje ging ophalen bij de bus. Was ook wel lekker om laat te lunchen. Maar ik heb nu al een beetje honger, merk ik. Dus ja, ik ga nog even door. En dan vanmiddag bij hard aan school werken.
Een hele goede avond is het alweer. Ik ben bijna klaar met werken. Nog een half uurtje ongeveer. Maar ik ben al wel klaar op zich. Ik was vanmiddag met school bezig gegaan. Ik had alles af. Ik wil nog even iets posten zometeen. Maar ik ga de vlog afsluiten. Want het is dinsdag. Morgen woensdag. En morgen ben ik natuurlijk de hele dag op kantoor. Dus dan upload ik hem zometeen alvast. En dan zet ik hem klaar zodat hij om 5 uur online komt. Dus vond je deze week vlog weer leuk? Doe je duimpje omhoog. Vergeet je vooral niet te abonneren hieronder op mijn kanaal. En ik zou het leuk vinden als bijvoorbeeld op Instagram. Dit riddeltje zit echt zo erg in mijn hoofd. Maar iedere keer dan verspreek ik me toch weer. Als ik mijn vlogs terugkijk dan denk ik echt, wat zeg jij? Maar dat dus. Tot volgende week. Doei! Thank you.